Net terug uit Polen. Even lekker weer een videootje maken. Clash Royale. Hoppatee. Even kijken. Wat? Huh? Wat is dit? Ben dit... Wat? Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het Krakorps. Ja, vandaag speel ik Clash Royale. Ik hoop jullie zin in hebben. Laat allemaal een like achter. En ja, ik ben dus net terug van Polen. Ik ben een weekje weg geweest. Er zijn elke dag een video online geweest. Daar ben ik heel blij mee. En waar ik ook heel blij mee ben, is gewoon jullie support. Omdat die support gewoon altijd zo goed is, kan ik dat dus doen. Ik heb die week daarvoor, voor de week van Polen, zeg maar, dat ik wegging met school naar Polen, heb ik heel hard gestreden om maar 2 en sommige dagen zelfs 3 video's te maken. Zodat ik dus tijd had om video's te uploaden in Polen. En ik ben heel erg blij met het resultaat. Bijna elke video in die week heeft 20.000 views gehaald. En zo een paar boven de 30.000 views. En de video van gisteren, wow, het is nu niet eens 24 uur dat hij online staat. En die video heeft al 4.000 likes. Nou, ik weet het niet. Als dat op elke video zou kunnen, dan zou dat echt niet normaal zijn meer. Maar in ieder geval op één video dus. Gewoon 4.000 likes in minder dan een dag. Wow, jullie support is zo goed. Het is echt gewoon niet normaal meer. Wat dus wel heel jammer is, omdat we nu allemaal positieve dingen hebben gehad. Wat wel erg jammer is, is natuurlijk dat ik midden als ik in Polen was, precies toen ik in Polen was, kwam de grootste update sinds tijden uit. Ja, en als YouTuber, Clash Royale YouTuber, is dat natuurlijk heel erg balen. Want nu ben ik te laat met daar video's van maken. En dat scheelt voor mij met heel veel views. Dat scheelt voor jullie voor de mening van mij, wat ik ervan vind van de update. En al die dingen. Dus dat is heel erg jammer. Maar alsnog probeer ik gewoon nu een video te maken. Ik ben gisteravond teruggekomen. Dus gisteren kon ik geen video nog maken. Ik ben gewoon gelijk nu in de ochtend opgestaan. Hoppa, videootje. En ik wil dus dingen even vertellen. Er is natuurlijk nu dus een nieuwe arena. Maar ik ga nu niet heel uitgebreid erover praten allemaal. Want jullie hebben het vast al lang gehoord. Maar er zijn dus nieuwe arena's. Challenger, Master. En dan krijg je steeds een reward. Na elk seizoen, dat nu ook verlengd is dat seizoen. Voor de rest gaat het bij mij helemaal prima. Ik speelde nu even mijn iPhone 7. Komt dan op de iPad mee op vakantie bij mijn vader. Voor de rest, hier stond zo'n aanbiedingje. Ik heb niks gekocht ervan. Ik heb alleen de gratis Magical Chest opengemaakt. Verder heb ik dit gespeeld, maar die ene las was serieus. Jullie moeten me geloven. Trouwens, dit is de allereerste die je gratis kan doen. De eerste las was omdat het wifi in de Polen, op het Polen vliegveld uitviel. Ik heb thuis dit nog niet gespeeld. Wij gaan nu lekker gewoon beginnen. Ik had nu weinig tijd, want ik heb zo weer hockey. Weinig tijd om gewoon te wachten tot ik hem gehaald heb en dan een video te maken. Ik ga nu eerst gewoon lekker wat challenges doen, de Bandit Challenge. En dan ga ik vanavond strijden en dan komt er morgen een video online dat ik de Bandit gehaald heb. En dan ga ik wat tips geven en dan ga ik zeggen hoe die Bandit is, hoe die speelt. Maar wij gaan nu eventjes gewoon lekker deze Bandit Draft Challenge spelen. Ik heb er heel veel zin in. Dit is dus nog de gratis Bandit Draft Challenge. Over het algemeen, als ik die Bandit heb gezien, was die redelijk goed. Maar wij gaan gewoon lekker beginnen. Hoppatee. Kiezen we de Polen of kiezen we de Minion Horde? Allebei goede kaarten in Draft Challenge. Ik denk toch de Minion Horde. Dat kan heel gevaarlijk zijn als je er geen counters voor hebt. Ik doe nu de Prins, denk ik. Ja, de Prins. Willen we Wizard? We pakken de Wizard. Waarom pakken we de Wizard? Omdat dat een counter is voor onze Minion Horde. En willen we de Bandit? Jazeker willen wij de Bandit. En ik ben nou niet heel tevreden, want ik heb nog geen spells. Maar hij ook niet. En wij hebben wel natuurlijk de Wizard, dus dat is ook wel een mini... Oh, en we hebben arrows! We hebben arrows, anders had hij die gehad voor onze Minion Horde. Misschien heeft hij nu ook een vuurbal. Natuurlijk, arrows en vuurbal een beetje op elkaar lijkt. En je krijgt altijd kaarten die op elkaar lijken. Maar in ieder geval hebben wij nu de arrows en de Minion Horde. En we hebben een vuurbal! Ik denk serieus dat hij nu niks heeft tegen onze Minion Horde. En dat zou echt zo goed zijn als hij dat niet had. Maar we gaan het zien. Oeh, die Tesla is nou niet de beste optie. Denk ik. Kan de Tesla bij de Wizard? Nee, dat kan hij niet. Dat is heel fijn. Ik ga nu eventjes wachten. Ik dadelijk even de Prins straks. Of de, zullen we de Bandit? Nee, we doen de Prins. We doen de Prins hier zo. We gaan de Prins doen. Dan is die, als het goed is, gaat hij nu eerst op de Lumberjack. Top. Hij heeft de log dus. Maar de log doet niks. Maar dan ook echt helemaal niks
tegen onze Minjenoord. Dus dat zou sowieso goed zijn, hè. Al heeft hij niks tegen de Minjenoord. Weet je wat? We gaan het gewoon niet gelijk uittesten. Ik wil even die Bandit. Ik heb die nog nooit in het veld gezet. Is de allereerste keer. Oké, wat gaat hij doen? Oh ja, die gaat natuurlijk versnellen nu. En dan gaat hij daar door op meteen. En een hit doet ze. Doet hij nog een hit? Hij doet zeker nog een hit. Doe even de Prinses aan de linkerkant. Oh. Hij heeft nu wel de. Graveyard. Gelukkig hebben wij Minjenoord. En nu kunnen we het zien. Heeft hij iets tegen de Minjenoord? Het ziet er nou niet naar uit. En als je niks tegen de Minjenoord hebt, is het bijna GG. Hij heeft me ook nog eens de Prinses gegeven. Dat natuurlijk ook een counter is voor de Minjenoord. Ik denk letterlijk dat hij gewoon alleen Tesla heeft. Als dat echt zo is, is hij in hele grote problemen. We doen even de Wizard hier. Ik had denk ik hem ook iets meer naar rechts kunnen doen. Zodat de Wizard straks door gaat lopen naar rechts. Nou ja, op zich maakt niet heel veel uit. Die log was denk ik een foutje. Ik had dat eerlijk gezegd persoonlijk niet neergezet, die log. Nu twijfel ik even. Ik doe het toch even de Prins achterin. We kunnen de Bandit ernaast gaan doen. Gaan we de Bandit ernaast doen? Ik denk dat we de Bandit gewoon lekker erbij gaan doen. Ik hoop dat hij wel achter de Prins komt. Ja, ze komt achter de Prins. Hoppatee. En dan zo, hoppa. En dan zo, en dan boom. En dan pakken we die toren alweer bijna. We pakken die toren alweer bijna. Oh, we pakken die toren net niet. Net niet, maar die Bandit deed veel te veel damage. Had ik niet verwacht. Ik ga eventjes wachten nu. Doe ik zo weer de bomtoren neer. Hij komt nu met tip. Maar wij hebben natuurlijk heel lekker die Minjenoord. Die heel easy die graveyard pakt. Ik doe nu wel even de bomtoren. Dat doe ik puur omdat anders de bode op de toren komt. En dat wil ik niet. Ik snap niet waarom hij dat logt. Dat had ik persoonlijk niet gedaan. En ik dacht dat dit een hele, hele makkelijke overwinning gaat worden. We gaan gewoon nu al in. Hij komt met een rocket, maar dan mist hij 3 minions. Dan mist hij mijn prins. En ik dacht dat we hem nu gewoon kunnen 3 crownen. Als het goed gaat. Eventjes nog een Minjenoord erachteraan. Nee, hij heeft niks tegen een Minjenoord. En dan is het gewoon kansloos. We hebben gewoon lekker gedriekruid. En we gaan zeker gewoon lekker eventjes door. Ik vind het een leuke challenge. Ik hou altijd van de draft challenge. Wel vind ik het minder. Hoe noemen we dat? Minder constant. Want kijk hier. Ik zal het even laten zien. Ik hou die crown chest trouwens open. Ik ga straks een mini chest opening doen. Dan ga ik, de volgende video of de video daarna. In ieder geval hier, kijk, tournaments. Ik heb hier 2 keer op rij 12 wins gehad in de Grand Challenge. En dat ben ik wel zelf. Die 2 was iemand anders op mijn account. En die 7 was de eerste keer dat ik een Becca Graveyard deck oefende. Maar in ieder geval, het gaat dus heel lekker met dat deck. En ik ben nu ook heel goed. Of heel goed. Oh, wat ben ik aan het opscheppen? Trouwens, wat willen we liever? Ballon of ROG? Nu even ROG. Ik maak het zo af als we de kaarten gekozen hebben. Ik doe even Wizard, dat is goed tegen Ballon. Ik doe Bandit, want dat is gewoon een chille kaart. En ik doe Log, want dan pakken we zijn Prinses mee. Nee, wat ik dus wil zeggen is, ik ben nu wel beter geworden in Grand Challenge, omdat ik dus heel goed ben met een bepaald deck. En ik ga daar een video van maken, want die ene 12 was een 12-0 winst. En dat is mijn eerste 12-0 op een Grand Challenge ooit. Dus daar ga ik zeker een video van maken. Komt eraan, maar eerst doen we natuurlijk die Bandit Challenge video's. En daar heb ik dus ook gewoon heel veel zin in. Maar in ieder geval, het gaat dus heel goed met Grand Challenge. En dit soort challenges vind ik leuker om te doen. Enige probleem is wel dat ik het ook moeilijker vind om te winnen. Omdat het natuurlijk een beetje, hoe zeg je dat? Je bent nou niet echt zeker om te winnen. Het is een beetje, je moet ook een beetje geluk hebben om de kaarten. Natuurlijk moet je goed zijn in het spel. Als je niet goed bent in het spel, kan je doen wat je wil. Maar dan, we zijn nu de lul. Vriezen. We gaan het heel gauw vriezen. We moesten wel vriezen. Oh, die Bennett is natuurlijk niet air. We zijn nu al een beetje problemen. Gelukkig one-shot die witch, die skeletons. Maar die is natuurlijk nu op de lucht gericht. Oh, die log was totaal niet nodig. Ik denk dat we nu al een beetje een probleem zijn. Maar in ieder geval wat ik dus zou zeggen, dit is een beetje onconstant, inconsistent. Want je weet nou niet zeker wat het chillste is. Je hebt niet je eigen deck. Je bent niet gewend met het deck. Ik heb natuurlijk nog nooit met het deck gespeeld. En het is daardoor best wel lastig. En oh, wat heeft hij nou weer een counter voor deze push. Hij heeft dan de Valkyrie. En dat countert dit volledig natuurlijk. We moeten nu al eventjes serieus gaan opletten. Hoe willen we dit gaan doen? We hadden die ballon eigenlijk gewoon zelf moeten houden, zie ik. Want we hebben heel weinig counters tegen die ballon. Misschien heeft hij ook weinig counters tegen mijn Royal Giant. Even kijken. Oké, hij doet dit. Dan gaan wij gelijk Royal Giant van de andere kant. Ik heb arrows ready voor zijn Skarmie. Komt-ie? Nee, hij doet eerst zijn Prinses. Ik heb al, nog steeds doe ik de arrows ready. Doet hij nou niks? Doet hij nou serieus niks? Dat vind ik heel fijn als je niks gaat doen. We doen even de Bandit hier. Doen we dit. En dan gaan we dit witchen. Maar ik denk dat hij toch wel die toren heeft. Ik denk dat hij helaas wel die toren heeft. Ik kan dit nog even RMM heeft die toren. Hij heeft sowieso die toren. Ik ga dit ook gewoon laten gaan. Ik ga die prins even loggen. Ik denk dat we echt wel een beetje in de problemen zitten met die ballon. Ik weet nou niet hoe we die ballon continu maar weer moeten gaan stoppen. Als we nou echt alleen de witch hebben en de ice spirit. En ja, de vries hebben we ook. Maar dat is nou niet een ideale kaart om de ballon mee te verdedigen. Het is natuurlijk alleen om te vertragen. Maar we gaan het zien. Hopelijk pakken we nu wel die toren met die met de Royal Giant. Ik ga gelijk de Lumberjack op
Royal Giant doen, zodat we de Royal Giant op die Giant Skeleton, zodat we die kunnen uitschakelen. Ja, dan komt hij met dit nu. Ga ik dit vriezen? Ga ik dit, ja, wat ga ik dit nog meer doen? Hij pakt nu niet mijn toy. Ik ga dit even, dan zijn we even af van die prinses, zo. Dan gaat hij waarschijnlijk, hopelijk geen hit doen. Kom op, kom op, geen hit, geen hit, geen hit. Dat is heel fijn, wel is mijn prinses dood. En we gaan nu Lumberjack en Royal Giant combo doen. Ik dacht die met zijn Skarmie zo komt. Ja, daar is zijn Skarmie, dus gaan we dat arrowen. Hoppatee, hoppatee, arrowen. We zijn veel te laat met die arrows. Dat is een beetje jammer. Hopelijk gaat die Giant Skeleton de andere kant op. Nee, dan gaat die kant op. We gaan hem gelijk, nee, we gaan hem nog niet aanpakken. Ik ga eerst eventjes rustig die bandit doen. Ja, dan komt hij nu met dit. Dan gaan we dit doen. Zo, dan ga ik dit vriezen. Zo, en dan denk ik dat we deze keer wel gewoon zonder enige problemen die ballon kunnen uitschakelen. Alhoewel ik het nog niet zeker weet. Ik ga toch nog eventjes dit snel doen. En ik moet ook nog even dit neerzetten. Anders gaat die Giant Skeleton weg. Rennen, 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 bandit. Nee, die bandit gaat ook dood. Ik denk dat we nu wel een beetje, GG. Ik denk dat het GG is. We kunnen het nog even één keer, nee, we kunnen het niet proberen. We moeten even die Giant Skeleton weg laten lokken. Dat doen we nu, maar dat komt heel slim. Weer met een ballon. We kunnen dat weer gaan vriezen. En dan gaat hij dat waarschijnlijk weer vuurballen. Alhoewel we deze keer denk ik wel kunnen verdedigen deze ballon. We kunnen deze ballon wel verdedigen. Nee, maar we kunnen zijn bom niet meer verdedigen. Nee, dit was counter voor counter voor counter. Ik had niet de Royal Giant, maar de ballon moeten kiezen. Domme fout van mij. Wij gaan lekker door. Kijken of we wel in ieder geval deze prijs kunnen halen. Maar zoals ik al zei, heb ik... Oeh, dit is wel lastig. We doen toch de bandit. Zoals ik al zei... heb ik dus dat ene potje verloren omdat ik slechte wifi had. En voor de rest was dit gewoon een counterdeck, maar ook gewoon niet goed gespeeld van mij. Wat willen wij? Ik denk dat de Lavahound kiezen, want anders hebben we wel heel weinig tegen zijn Lavahound. Willen wij Zap of willen wij Arrows? Ik hou het cheap met Zap, denk ik. Alhoewel Arrows weer een counter is voor Lavahound. Ik weet het even niet met deze keuze van mij. Ik vind het nou niet super. We hebben wel een draakje erbij, dat is fijn natuurlijk voor support met mijn... Lavahound. We gaan even kijken wat wij gaan doen. We beginnen met de lava... Of met de lava. We beginnen met de baby draak. We hebben ook freeze. Ik ben nog niet echt tevreden met dit deck. Ik ben nou legit niet echt tevreden met dit deck. We hebben wel... Oh ja, wel. Dat is heel handig dat we die Zap hadden. Dat is natuurlijk heel handig tegen die... die Inferno draak. We kunnen dit zappen. Ja, weet je waarom ik dit doe? Omdat ik dus gewoon af wil... Oh ja, goede keuze, Floris. Ik wou zeggen, omdat ik af wil komen... Oh, we hebben ook nog eens X-Bow. Omdat ik af wil komen van die Inferno draak. Maar met ballon kon het niet... Kom het niet afmaken. We gaan even de baby drag in de X-bow gaan we even neerknallen. Oh, nee. Dit gaat echt lastig worden. Kom op. Pak in ieder geval die furnace. We pakken die furnace. Top. We hebben echt een verschrikkelijk deck. Hopelijk hoef ik nu niks te doen tegen die mini P.E.K.K.A. Hopelijk kan mijn X-bow dat oplossen. Nee, zo te zien niet. En zo te zien moeten we snel even de baby draak neerzetten. En is mijn toren niet gericht op de kloon Electro Wizard. En doet hij dus heel veel damage daarmee. En hij heeft redelijk wat tegen mijn Lavahound. Dus ik weet dan niet hoe we dit willen gaan doen. Ik kan die Inferno draak lokken naar de andere kant. En dat is iets wat ik denk ik wel wil gaan doen. Nee, ik ga het toch niet doen. Want anders die Fire Spirits op mijn toren gaan. Wel kunnen we nu die Inferno draak redelijk makkelijk uitschakelen, denk ik. Ja, dat kan. Ik ga voor de rest nu niks doen. Ik gun die dingen en dan ga ik nu via de andere kant met Lavahound. Ik ga via de andere kant, omdat hij dan... hij kan me nu vol gaan pushen, wat het zo uitziet dat hij dat gaat doen ook. Maar, Wat doe ik? Waarom doe ik die Zap daar? Dat deed ik echt helemaal op ongeluk. Het ziet er niet goed uit. We gaan dit laten gaan. We gaan het heel rustig laten gaan. En we gaan nu met de baby draak via de andere kant. We moeten natuurlijk wel oppassen. Omdat dat natuurlijk heel veel damage gaat doen op onze kroontoren. En hij heeft natuurlijk nu gezellig weer zijn Inferno draak. We hebben echt heel slecht gekozen deze keer. Ik denk serieus, ik zei wel heel stoer, joh. Ik ga morgen komen met een 12 wins. Maar het gaat nog niet zo lekker, zie ik nu. Dus misschien ook omdat ik nu een video maak. En dat ik daar een beetje aan moet wennen weer. Ik ga even de X-bow doen. Zo. En dan doe ik de Lumberjack. Wacht ik eventjes. Ik heb nu de Lumberjack zo ervoor. Nee, ik ben benieuwd hoe dat gaat worden morgen. Ik ga het in ieder geval wel de hele avond door met deze challenge doen. Totdat ik zeg maar de 12 wins gehaald heb. Want sowieso komt er morgen voor jullie een video online. Maar het is dus iets moeilijker dan ik had verwacht. Ik ga dit laten gaan. En daarmee ga ik ook de video eindigen. We speelden niet zo lekker. Hoe heb ik die klonen niet kunnen verdedigen? Dat is mijn vraag. Jongens, ik hoop je genoten hebben van de video. We gaan eventjes kijken. Oh, we hebben niet eens die ene... We hebben niet eens die ene prijs kunnen krijgen. Dat is erg jammer. We hebben wel een mooie chest. Nou ja, openen we lekker de chest. Wat zou erin zitten? Wat gold? Wat elite barbers? Yes, die heb ik nodig. Wat mortieren?
We krijgen wel een epic. Dat is best wel fijn. We krijgen wel gewoon een epic. Dat is aardig. Een poison. Dat is nice. Ik ga alvast entry doen. En ik ga dit even heel rustig in mijn eentje. Want het is natuurlijk een week lang dat ik geen video gemaakt heb. En ook een week lang eigenlijk dat ik gewoon bijna geen Clash Royale gespeeld heb. Maar dat was gewoon heel slecht. Ik ga even de 12 wins halen. Morgen een video voor jullie. Met de 12 wins. En met de chest opening van die 12 wins chest. En dan ga ik gewoon zeggen wat ik van de Bandit vind. En dan ga ik met de Bandit online of in een Grand Challenge spelen. Jongens, ik hoop je genoten van de video. Ik zie je maar naar de volgende video. Bedankt voor die likes. Ik zie je maar naar de volgende video. Bedankt voor het kijken. En tot dan.